Het parlement heeft vandaag de wet op bescherming van het moederschap in tweede ronde in behandeling genomen. Het doel van deze wet is om regels vast te stellen die te maken hebben met de bescherming van het moederschap, waaraan ook het vaderschapsverlof is gekoppeld. Voorzitter van de commissie van rapporteurs Jennifer Vreedzaam benadrukte dat elke bepaling in de wet na dialoog met de verschillende partners tot stand is gekomen. Ik kan wel meegaan met de discussie en de gedachte van het lid Abdul. Maar nogmaals, voorzitter, moederschap is een mensenrecht. En die bescherming van de moederschap in de arbeid, dat is de kern. Niet het daaromheen. Dus het bescherming van de moederschap is tweedelig. Eén, dat ze het verlof krijgt, het toegewezen verlof en het loon. Dat is die verplichting van de werkgever. En family planning en gezinsplanning, voorzitter, dat kan ook door het beleid van de regering worden aangenomen. Of ik weet niet, maar dat is, voorzitter, daaraan ga ik niet, is een recht. Maar het recht van bescherming van die moederschap in arbeid, het verlof en het loon, dat is een verplichting en dat is een mensenrecht. En dat is waarvan wij niet moeten afwijken. Dank u wel. VHP-parlementariër en lid van de commissie van rapporteurs Deo Charman deed enkele voorstellen met betrekking tot het fonds ouderschapsverlof dat in het leven zal worden geroepen. Maar de correcte besteding, want en dan kom ik op het fonds zelf. Het fonds zal geld genereren vanuit de werkgever, vanuit de werknemer en natuurlijk ook vanuit de overheid. En mijn vraag is, denkt de regering dat het fonds voldoende middelen zal hebben door op deze wijze te innen, om zelfstandig, zeg maar, de rechten die de mensen moeten claimen, om dat te kunnen uitbetalen? Denkt u dat het fonds misschien lucratief genoeg gaat zijn, dat ze veel meer geld zullen innen dan zullen uitgeven? Ik haal dit aan, voorzitter, om aan te geven dat we de middelen die eventueel dit fonds rijk zullen zijn, niet aangewend moeten en kunnen worden voor andere zaken dan voor verlof van de man en de vrouw. Dat moet duidelijk en helder zijn, omdat we ervaring hebben met fondsen dat soms middelen worden gebruikt voor andere activiteiten die eigenlijk niet ter zake zijn. Dus een uitsluitend besteden voor daarvoor waarvoor dit fonds is opgericht, dat moet denk ik ook in dit artikel worden opgenomen en per staatsbesluit ook worden vastgelegd dat het eenduidig is dat het geld in dit fonds enkel en alleen bedoeld en bestemd is om de verloven van de vaders en de moeders te kunnen betalen, etc. VHP-parlementariër en lid van de commissie van rapporteurs, Deo Charman, vandaag in het parlement over de wet op bescherming van het moederschap.